Een badplaat lijkt een saaie grijze smurrie. Maar als je even graaft, zie je dat deze uit verschillende gekleurde lagen bestaat. Dat zie je niet alleen, dat ruik je ook. Dit heeft alles te maken met de bacteriën die in de bodem leven en die bezig zijn om energie te produceren om van te leven. In de bovenste laag leven de aerobe bacteriën. Deze maken energie door het afbreken van dode planten en dieren met behulp van zuurstof uit de lucht. De laag eronder is zwart en ruikt naar rotte eieren. De bacteriën in deze laag zijn anaeroob. Zij gebruiken zwavelverbindingen om dode planten en dieren af te breken voor energie. Bacteriën maken dus hun eigen energie. Ze zijn autotroof. Maken ze energie zonder zuurstof te gebruiken, dan zijn ze chemoautotroof. Bacteriën zijn dus de afbrekers in het systeem. De reducenten. Zij sluiten als het ware de voedselkringloop. Bacteriën zetten dode planten en dieren om in bouwstoffen. Voor zichzelf, maar ook voor planten en andere kleine organismen, die zo weer de basis vormen van het voedselweb.